In de jaren 70 gaven ze handwerkles op scholen, maar tegenwoordig bestaat dat niet meer. Terwijl het de winter de ideale periode is om creatief met je handen bezig te zijn. En wist jij dat wildbreien steeds populairder wordt in de wereld? Vandaar mijn kunstboom. Adrielle, komt wildbreien nou veel voor in Nederland? Nee, in Nederland zie je wildbreien heel erg weinig. In Nederland houden we ons veel meer bezig met andere soorten handwerk, waaronder het haken, het breien, het borduren. De mutsen zijn natuurlijk heel erg populair. Ja, zeker met dit heel veel. Alleen het kriebelt altijd een beetje, vind ik. Klopt. Daar zijn speciale vliesbanden voor. Die kun je erin naaien. Het is lekker warm. Ja, precies. Ik dacht altijd bij handwerk, dat is breien. Maar er is natuurlijk veel meer. Handwerk is heel breed. Ja, we hebben daar bijvoorbeeld de gehaakte poppetjes liggen. Wordt heel veel gedaan in het klein, maar ook in het groot. Maar ik neem aan dat je wel een voorbeeld hierbij hebt, toch? Dat klopt. Dat staat allemaal in boekjes. Ja, net zoals de mutsen overigens, want die maak je natuurlijk ook niet zomaar. Ook de mutsenpatronen staan in de boekjes vermeld. Dat ga je niet uit je hoofd. Nou, ik ben echt een beginner. Dus dan gaan we voor de muts, toch? Prima. Ja. Borduren, haken en breien. Ouderwets handwerken is weer helemaal terug van weg geweest. Vroeger moest je ervoor naar een stoffig wolwinkeltje. Maar tegenwoordig kan je alles wat je maar bedenken kunt online krijgen. Van borduurpakketten tot haak- en breinaalden en van garen en stoffen tot handwerkboeken. Bovendien vind je overal op internet gratis filmpjes, lessen en demo's. Dus je kan het snel leren. Maar dat lijkt Sanne niet meer nodig te hebben. Ja! Kijk eens! Kijk! Oh, hij is iets te klein. Hij past inderdaad niet helemaal. Nee, nou is misschien dan toch voor Arno, want die is iets kleiner. Maar ik vind het helemaal leuk. Je krijgt van mij in ieder geval een handwerkpakket mee. Ja. Dat kun je thuis ook nog eens proberen. Dat bestaat uiteraard weer uit 3 bollen wol met de haaknaald, het boekje. Super. En een label. Maar mag ik dan ook een sjaal maken? Ja, kies een kleur. Ja, die. Die neem ik ook mee. En misschien ook, zeker in deze tijd van het jaar, wat leuke glitterbolletjes. Doe je er ook een paar van bij. Dan heb ik ook nog wat leuke katoensoorten. Ja? Waar je dus de beestjes van maakt. Oh, die poppetjes. Ja, die doen we er ook bij. Ja. En dan mag eigenlijk een klein borduurpakketje ook niet in ontbreken. Maar ik zie helemaal niks met wat geborduurd is. Nee, dat klopt. Moet je heel even achter je kijken. Oh, dat is echt helemaal geborduurd? Ja. Maar dat is natuurlijk niet voor beginners. Nee, dat kan ik niet. Die krijgt mijn moeder. Maar kunnen we dit niet ook aan een kijker weggeven? Dat vind ik een heel goed idee. Een heel handwerkpakket. Dus zit jij te kijken en denk jij, zo wil ik ook de winter door. Ga dan eventjes naar onze website om te kijken wat je ervoor moet doen. Zodat jij binnenkort ook zo'n handwerkpakket thuis kan ontvangen. Nou, ik ben klaar voor de winter. En ik denk ook ideaal als je met vakantie gaat. Zeker weten. Toch? Had ik dit maar mee in Turkije.